Dag, dit is de weekendeditie van Spakenburg Nu met vandaag waterkering. Taartenwedstrijd Eemdijk. Opfriscursus verkeer. Gezondheidscentrum. Het werk aan de beweegbare waterkering vordert gestaag. Er wordt momenteel op verschillende plaatsen gewerkt. De overlast voor het verkeer wordt zoveel mogelijk beperkt gehouden. Maar het is onvermijdelijk dat er toch hinder ondervonden wordt. Tijmen aan polshoogte. Woensdag 26 oktober 2016. Ja, hier een heel mooi overzicht van de werkzaamheden rondom de waterkering. We willen u graag weer een update geven. Wat is de stand van zaken? De ankers die de hele damwand vasthouden eigenlijk in de grond, die zijn allemaal verplaatst. Daarom moest natuurlijk de beschoeiing weggehaald worden. We zien hier dat dat nu allemaal weer op zijn plek gehangen wordt. We zien ook nog een klein stukje van de damwand. De ankers zijn naar beneden gebracht. Die verankeren dus de damwand. Die zijn naar beneden gebracht omdat er een betonnen bak ingebracht moest worden. Die betonnen bak, daar wordt weer een stalen bak in geplaatst. En in die stalen bak, daar komen de vlotters te zitten die uiteindelijk de flexibele waterkering zullen vormen. Aan de overkant zien we al gaten gemaakt in de beschoeiing voor de aan- en afvoer van het water naar de flexibele waterkering. En hier vooraan zien we al dat daar een ruimte voor gemaakt is om straks de aansluiting te maken met de waterkering. Hier zien we de betonnen bakken. Die waterpas, wel een mooi woord trouwens in dit verband, geplaatst zijn. Om straks ook het stalen element wat de drijvers zal gaan bergen in te kunnen plaatsen. Het zand wordt hier weer tegen de betonnen bakken aangetrild. En uiteindelijk zal hier de hele straat opnieuw bestraat worden. Dus we zijn nog voorlopig nog even niet van de overlast af. Om het VVV toch een beetje bereikbaar te houden, wordt hier een heel mooi platform neergelegd. Het gedeelte aansluitend aan het VVV, je ziet het hier, het zit al in het beton, is extra versterkt. Omdat hier toch vaak kranen staan die de boten uit het water hijsen. Dus hier is gewoon wat extra versterking aangebracht, dat er geen verzakkingen zullen plaatsvinden. Ja, we zijn hier natuurlijk getuige van de werkzaamheden midden in het hart van Spakenburg. Het is natuurlijk bijna een open hartoperatie, zou je kunnen zeggen. Maar ondertussen zijn ook al voorbereidingen bezig om elders, want ook achter de kerkmaat bij het beeldje van Wilhelmina, daar wordt een kadermuur opgemetseld. En die voorbereidingen zijn al in volle gang. Thank you.
Gisteren werd op de school met de Bijbel de christelijke kinderboekenmaand op een bijzondere manier afgesloten. Er was voor ouders en opa's en oma's een taartenwedstrijd georganiseerd. Vrijdagochtend werden de baksels door Klaas en Jannie Hartog gejureerd. Spannende momenten volgden voor de deelnemers. En er komt de allerlaatste oma aan, nummer 33 als ik het goed heb. Met een schitterende taart. Welke taart vind jij het allermooist? En die boek. Die zou ik nog gewoon zo'n cupcake pakken en opeten. Of bij de zo. Oh, die is het. En welke vind jij het allerlekkerst? Die daar, van mijn oma. Dat is die met die besjes erop? Ja. Oh, die ziet er ook wel heerlijk uit. Hoe heet je oma? Machteld Honing. Oh, Machteld Honing. Nou, we zullen zien wie de wint, hè? Marjan, de laatste taart, wat zit er allemaal in? Nou, het is gewoon een soort cake-taart. En ik heb hem een beetje kindvriendelijk gemaakt met hagelslag en een beetje verjaardagstaart, hè? Want die is vandaag 6. Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Rit, hallo. Wat is er allemaal aan de hand? Wij hebben vandaag een taartenbakwedstrijd. Heel in Dijk bakt. Naar aanleiding van dat televisieprogramma. En het is de afsluiting vandaag van de Christelijke Kinderboekenweek. En wij dachten, er moet een leuke activiteit aan vastgeknoopt worden. En omdat het thema ook is opa's en oma's, dachten we, nou, het lijkt ons heel leuk om als de oma's of de opa's een taart bakken samen met hun kleinkind. En die zijn vandaag precies om 9:00 zijn ze ingeleverd en nu worden ze gejureerd. 34 stuks, hadden jullie dat verwacht? Dit hadden we nooit verwacht. We hadden nooit gedacht dat er 34 ingeleverd zouden worden. En Klaas Hartog en zijn vrouw die komen nu jureren. Ja. Op smaak, op hoe die eruit ziet, op structuur. Echt heel professioneel worden ze eigenlijk gejureerd. De jury, Klaas en Jannie Hartog. En die gaan het allemaal bekijken, proeven. En dat doen ze vakkundig natuurlijk als bakkers zijnde. Nou, vertel eens. Nou, wij hebben een viertal onderdelen gemaakt. Waarvan de eerste de maaltijd van de cake. De tweede de smaak van de cake. En dan de structuur. Is die grof of is die mooi fijn? Daarnaast beoordelen we de algemene indruk. En dan doen we een aantal punten bij elkaar optellen. En diegene die de meeste heeft, heeft de eerste prijs. Dat is een hele mooie fijne structuur. Dus je mag je wel beoordelen met een 7. Wat is nummer? Dat is nummer 16, 17, ja. Maar hij is wel ingezakt, Klaas. Hij is ingezakt, ja, dat klopt. De ene kant is helemaal ingezakt. Maar straks gaan we dat beoordelen met de algemene indruk. Dan neem ik dit mee. Maar dit ene stukje, kijk het net of hij aan de ene kant van de oven niet warm genoeg geweest is. Ja. Op een of andere manier. Of dat zit, dat weet ik dus niet. Misschien ligt het wel aan de oven. Zou best wel kunnen, hoor. Maar deze kant natuurlijk, die is heel mooi afgebakken. Ja. De ene kant, dat zie je zelf. Ja. Ja. En deze kant is helemaal ingeploft. Maar je hebt ook mensen die vinden dat ingeploft heerlijk. Ja, die vinden dat klopt, ja. Maar je moet natuurlijk, als je een algemene indruk wil geven, dan geldt dat voor alle mensen. Niet iedereen is hiervan, die vindt dat lekker, zeg maar. Nee. Dit kun je met een lepeltje opscheppen. Klaas, ik zie hier een groot verschil bij jullie, Klaas en Jannie. Ja. Typeer jij de smakers? Zeg jij eens gewoon van ik vind hem zus. Dan mag zij zeggen ik vind hem zo. Nou ja, ik vind deze cake die ik net geproefd heb, die vind ik heel erg smaak. Je proeft de roomboter en het is misschien een beetje aan de zoete kant. Maar het is toch naar mijn smaak toe. En bij jou? Ja, en ik vind hem meer zoet. Dus ja. Het is misschien met een beetje mascarpone of zo. Hè, dat hij dan net weer wat anders gaat proeven. Maar ja, nee. Dus je griezelde. Ja, nou, ik vind hem, ja, sorry, maar ik vind hem echt veel te zot. Goedenochtend allemaal. Ja, het is inmiddels alweer 10:00 geweest. En we willen graag natuurlijk om 10:00 heel gauw beginnen. Want we hebben best wel veel te doen nog. De uitslag van de Heer in Dijk Bakt-wedstrijd natuurlijk. Nou, eerst al te gek dat er zoveel baksels zijn gemaakt. Het ziet er ook zo keurig en zo lekker uit. Nou, dat is geweldig. Boven onze verwachtingen. Dus echt heel leuk. Al die opa's en die oma's, vooral oma's, zijn heel druk geweest. Met hun kinderen natuurlijk, die hebben allemaal geassisteerd. Geweldig. Klaas en Jannie, ja, we hadden jullie welkom geheten. En we willen tegen jullie zeggen, waar heel veel mensen bij zijn, enorm bedankt voor jullie aanwezigheid hier. En voor het deskundig beoordelen van alle baksels die gebakken zijn. Kan je er iets over zeggen, Klaas, zonder wat bekend te maken, wat je ervan vond? Nou, ik vond het geweldig en sowieso al het idee, hè, van heel Holland Bakt. Dat was gewoon een best wel een ontzettend leuke actie voor jullie.
Maar ik ben onder de indruk geraakt van de talenten die hier op Eemdijk zijn. Het is niet in Eemdijk, hè, maar op Eemdijk. Dank wel. Jenny, wat is jou opgevallen? Wat vond jij heel bijzonder of heel mooi? Nou, heel veel werk ervan gemaakt. En ja, je ziet ook gewoon dat kinderen ook het versierd hebben. En ja, dat is gewoon creatief en heel leuk bezig geweest. Ja, dankjewel. En dat was ook zo inderdaad. Met de jury is afgesproken, we hebben twee onderdelen wat eigenlijk een prijs kan winnen. Namelijk de cake, de lekkerste cake, de mooiste cake. En de allermooiste, de allerlekkerste taart. Zullen we gaan naar de uitslag van de cake? Goed. Ja, er waren heel veel deelnemers ook. Ik zal maar beginnen met de cake. Toen ik van de week Andries benaderde van hoeveel deelnemers zijn er, toen zeiden ja, om en nabij de 25. Ja, wij kwamen hier, er stonden maar liefst 34 baksels klaar. Dus je kunt begrijpen dat wij de eerste maand niks geen zoetigheid meer hoeven te hebben. Het wordt een weeklange fruitdieet. Goed, dan hebben wij nu, Andries al zei, we hebben twee categorieën gedaan. Over de cake en over de taart. Nou, dan stel ik voor dat wij naar de prijsuitreiking gaan. Mijn vrouw die zal de naam opnoemen. En dan beginnen we met de derde prijs van de cake. Ja, dat is Brigitte plus oma Griet. Van harte gefeliciteerd. En oma heeft ook haar best gedaan. Van harte gefeliciteerd. Gelukt, hè? Ik zal hem lekker opzetten. Mag ik even een foto? Ja. Sarah en oma Liesje. Gefeliciteerd. Ja, dat fijn dat je zo'n oma hebt. Even een hartelijk gefeliciteerd, hè? Meid, goed zo, goed gedaan. Dit is Lola, gefeliciteerd. Zo leuk. Heel leuk, hè? Nou, de eerste prijs had 29 punten en dat is geworden... Micha en Jona en oma Eve. Ook hartelijk gefeliciteerd. Oma ook hartelijk gefeliciteerd. Nou, Eve ook van harte gefeliciteerd. En jij ook gefeliciteerd, hè? Of van harte gefeliciteerd. En jij ook van harte gefeliciteerd. Zo, goed gedaan. Goed, dan krijgen we nou de uitslag van de taarten. Dan is geëindigd op de derde plaats met 28 punten. Boas en oma Jani. Op de tweede plaats is geëindigd met 29,5 punt. Kirsten plus Tom en oma Corrie. Oh. Oh. Hartelijk gefeliciteerd, hè? En dan nummer 1. Wie zou dat wezen? Wie zou dat zijn? Nummer 1 die heeft wel liefst bij elkaar 30,5 punt verzameld. Dat is gemiddeld toch bijna 8 punten per onderdeel. Dus dat is best wel, dat is echt een talent. Dat is nummer 26. Ja, en nummer 26 is Evelyn plus oma Lien. Ik weet niet of oma nog werk zoekt. Maar ik zal aan je denken. Ja. Maak je oma van harte gefeliciteerd. Het eerst bij. Superleuk. Ja, maar je even de volgende. Heel gefeliciteerd. Donderdagavond voerde het Koninklijke Concertkoor Hosanna een tweede jubileumconcert uit met Die Schöpfung van Jozef Haydn. Muziek waar de schepping, zoals beschreven in het boek Genesis, aangevuld wordt met delen uit de psalmen en John Milton's episch gedicht Paradise Lost. Het werd één groots en meeslepend werk dat niet alleen met zang en muziek, maar ook met beelden werd verwoord. Met dit feestelijke concert werd het 110-jarig jubileumjaar afgesloten. In Denksportcentrum En Passant werd afgelopen donderdagmiddag door Veilig Verkeer Nederland het opfriscursus voor 50-plussers gehouden. De belangstelling was erg groot met 30 deelnemers. Cursusleider Arjan Martensen begon met het testen van de deelnemers door middel van een proefexamen. Bij de antwoorden kwamen de nodige vragen los. Hierna nam hij de deelnemers mee langs verschillende items, waaronder rotondes en in- en uitritconstructies.
Aan de hand van verschillende verkeerssituaties in het dorp werd een en ander uitgelegd, wat ook weer de nodige vragen opriep. Na afloop kregen de deelnemers uit handen van wethouder Menno Nagel een certificaat van deelname uitgereikt. Al met al een leerzame middag en positieve reacties van de deelnemers, wat voor Veilig Verkeer Nederland Bunschoten een goede opsteker was. Bij vishandel Bram Muis werd maandagavond een gigantische vis binnengebracht. Een helbots uit Noorwegen. Mede-eigenaar Erik Muis kon zijn ogen bijna niet geloven. We hebben joekels binnen gehad, maar zo groot als deze nog niet, vertelde hij. Zonder zijn kop is de vis bijna 2 meter en dat is uitzonderlijk groot. Zijn leverancier Adriaan Zonen belde Muis om te zeggen dat ze nu echt een grote hadden. En zo'n prachtexemplaar wilde hij niet aan zich voorbij laten gaan. De vis is inmiddels gefileerd, maar ook dat ging niet gemakkelijk. Normaal gesproken is dat zo gedaan, maar bij deze was dat een hele klus. Medewerker Gijs poseerde naast de helbot voor een foto om duidelijk te maken hoe groot hij is. Via Facebook startte Muis een prijsvraag voor degene die het gewicht van de vis wist te raden. Daar hebben honderden mensen op gereageerd. Hoewel het moeilijk in te schatten is wat zo'n ding weegt, waagden veel mensen een gokje. De winnaar van de prijsvraag mag helaas de vis niet mee naar huis nemen, maar wint een vispakket ter waarde van 30 euro. Het nieuwe gezondheidscentrum aan de Chopinlaan nadert haar voltooiing. Het heeft ook al een naam. Hiervoor werd een prijsvraag uitgeschreven die een groot aantal reacties opleverde. De naam Scala Medica verwijst naar veel verschillende toekomstige huurders. Medica slaat vanzelfsprekend op de medische mensen die straks hun praktijk in het nieuwe centrum gaan uitoefenen. Aan de buitenkant lijkt het gebouw zo goed als klaar, maar dat is aan de binnenkant nog niet het geval. Dit geldt zowel voor het gezondheidscentrum als voor de erboven gebouwde appartementen. De afbouw gaat nog maanden in beslag nemen. Als de bouw zo mooi op schema blijft liggen, zal het centrum aan het einde van het eerste kwartaal van 2017 worden opgeleverd. De naam Scala Medica zal boven de hoofdingang van het gebouw geplaatst worden. Thank you.
was weer Spakenburg nu de weekendeditie. Nog te zien tot 11 uur vanavond, om middernacht, gevolgd door Lost op zondag, dat overdag ook nog een aantal keer wordt uitgezonden. Maandag uit ons archief een uitzending over het koor Hosanna in de Rai. Dinsdag het vrije item en woensdag zijn wij terug met een nieuwe Spakenburg nu. Mooi weekend nog. Dag.